Hallo en welkom bij deze video over support en resistance. Nou, dit is waarschijnlijk een van de meest belangrijke video's uh, van deze hele serie. Dus als je iets niet begrijpt, uh, of, als, of wanneer ik te snel ga, moet ik nog een keer aan om de video terug te spoelen. Uh, want als je dit dan namelijk begrijpt, als je het concept begrijpt wat ik je zojuist wil uitleggen, ben je denk ik al voor 90% klaar wat betreft technische analyse. Dus laten wij direct induiken. Nou, in technische analyse zijn er twee dingen die de prijs altijd respecteert, namelijk support en resistance. Nou, laten we dus beginnen bij support. Want ik vind support vind ik conceptueel vind ik makkelijker, uh, makkelijker te begrijpen, maar ook makkelijker uit te leggen. Dus uh, voor support, stel we hebben in onze hand, hebben we hier nu een tennisbal. En die tennisbal die laten we op de grond vallen. Nou, wat gebeurt er dus met die tennisbal? De tennisbal uh, raakt de grond en die stuit het dus weer omhoog zodra die de grond heeft aangeraakt. Nou, als we dit dus gaan vertalen in technische analyse-termen, dan spreken we dus in plaats van over de tennisbal spreken we over de prijs. Uh, de prijs die komt naar beneden, die daalt. En het punt waar die stopt met dalen, en dus ook waar die weer uh, stijgt, of waar die stuitert, of in ieder geval uh, op zijn minst waar die stopt met dalen, dat is dus de plek. Uh, wat we support noemen. Dus dat is onze support. Nou, laten we dus hetzelfde gaan doen voor resistance. Resistance is dus. Uh, dus we hebben weer dezelfde tennisbal. En deze keer gooi je hem omhoog, gooi je hem de lucht in. En hij stuit het, Of hij raakt het plafond aan. Nou, zodra die plafond aanraakt, stopt de tennisbal dus met stijgen. En gaat uh, hij dus weer naar beneden? Hij schiet dus weer terug naar beneden. En in technische analyse-termen noemen we dit dus resistance. Dus we hebben, hier de, dus we hebben de prijs. Uh, gaat naar een bepaald punt. En op een gegeven moment stopt de prijs met dalen. Gaat hij weer naar beneden. Dan heeft hij dus resistance aangeraakt. En voor support geldt het dus het tegenovergestelde. Oké. Okay, dus we weten nu conceptueel wat voor, uh, support en resistance is. Dan wil ik nog het even simpel uh, visueel gaan maken. Voordat ik het echt helemaal ga uitleggen in de prijs. Dus. Stel, we beginnen dus weer met support en we moeten dit zien als onze supportlijn ofwel onze vloer. Dus hier op deze groene pijl is dus onze prijs of onze tennisbal. En wat is gebeurd is dat de prijs helemaal naar beneden komt, valt hier op support en daarna stuit hij weer omhoog. Nou, uh, de lengte van deze stijging of van deze terugstuiter. Um, is, is heel erg afhankelijk van hoe, hoe positief de prijs nu is. Of hoe negatief de prijs is op dat moment. Het is dus mogelijk dat de prijs dus helemaal weer uh, terugstuiterd, Maar voor hetzelfde geld is het ook mogelijk dat de prijs um, gewoon een klein beetje terugstuiterd. Dus het hangt er wel ook een beetje van af. Zie je het als je bijvoorbeeld een, een, spreekt over een zachte, zachte tennisbal? Is in principe minder goed van kwaliteit. Dan stuit het die nou, natuurlijk ook minder ver of minder hoog. En hetzelfde geldt dus voor excuus voor deze blinde vlek hier. En hetzelfde geldt dus ook voor de prijs. Als die van goede kwaliteit is, dan staat het die natuurlijk hoger. En als die van zachte kwaliteit is, dan staat het die lager. En hetzelfde geldt dus natuurlijk voor um, resistance. Dus als dat onze resistance lijn is, dan hebben we hier weer de prijs die is stijgende. En... Dan raakt hij dus de resistance aan. En daarna uh, schiet hij dus weer naar beneden. Dus dit is wat Resistance doet. Um, het is gewoon het tegenovergestelde van support. Maar dit is gewoon enorm belangrijk. Als je dit doorlaat. Dan, dan weet je, zoals ik net al zei, weet je iets van 90% voor wat je moet weten. Nou, voor het volgende segment heb ik dus mijn uh, greenscreen uitgezegd. Zoals we, zoals we hier, op, uh, hier op deze vlek kunnen zien, is dat dus een punt waar de zon echt enorm uit schijnt. Dus. Daarom heb ik besloten om de green screen maar aan te zetten, zodat het ook niet al te hard afleidt dat we gewoon een algemeen plaatje hebben waarnaar we, we kunnen kijken, namelijk dit hele scherm hier. Dus om weer verder te gaan met deze video, uh, laten we eens nu gaan kijken hoe dit werkt in de praktijk. Nou, ik gebruik hiervoor, ik gebruik gewoon liefst de bitcoin prijs. Uh, hier ben ik gewoon het meest mee bekend, maar je kan het gewoon op alles toepassen. Dus je kan het op crypto toepassen, je kan het op forex toepassen, je kan het op uh, aandelen toepassen. Wat je maar wil, dit is gewoon allemaal, allemaal globaal toepasbaar. Nou. Dus wat ik wil laten zien, uh, wil ik eigenlijk doen aan de hand van uh, deze crash hier van december 2017. Uh, dus we willen gewoon even kijken van uh, wat gebeurde met de prijs uh, op de weekly chart. Dus ik laat gewoon de grote swing zien. Uh, gewoon puur om het conceptueel gewoon het meest simpel te houden. Um, je kan het namelijk op elke timeframe toepassen als je zou willen. Je kan het op elke schaal toepassen. Maar gewoon puur voor deze hele uitleg wil ik het gewoon zo, zo makkelijk mogelijk houden. Zodat we gewoon het concept gaan begrijpen. Dus wij zitten tegen, te kijken. We zitten tegen een crash aan te kijken van 2017. De prijs ging omhoog, ging omhoog, ging omhoog. Um, raakte resistance aan hier en dus startte de prijs uh, terug. Nou, dit was resistance omdat het een psychologisch getal was van uh, 20.000 dollar. En dit concept leg ik later waarschijnlijk wel uit in een andere video, um, maar het is voor nu niet belangrijk. Wat we moeten weten is dat de prijs gewoon stopte met stijgingen. dat de prijs dus naar beneden ging en dan stopte de prijs dus hier. Voor het eerst zagen we dus weer een bounce, dus hier wil ik eigenlijk een horizontale witte lijn tekenen, en dan kunnen we dus, gaan, uh, dan kunnen we dus verder gaan kijken wat de prijs deed. Zoals we kunnen zien, uh, stuitte de prijs, stuitte deze ook weer omhoog. Nou omdat het, uh, omdat het dus niet meer uh, positief was. De prijs was niet meer van goede kwaliteit op dit moment. Of het aandeel of de crypto was niet meer van goede kwaliteit op dit moment. Uh, stuiterde die niet meer naar een nieuwe hoogte. Maar stuiterde die maar tot aan de helft van dit hier. Nou, dus hier uh, stopte de prijs dus met stijgen. Ik, ik maak deze lijn trouwens groen voor de duidelijkheid en wat dikker. Sinds onze groene lijn. De prijs stuiterde dus. Zetten we hier een horizontale lijn neer. En dit maken we rood voor resistance. En het is dus ook wat dikker. Nou, dan zien we dus hier gewoon twee belangrijke lijnen. Nou, sluiten we de prijs weer terug. Komen we hier uh, naar support. Maakte dus wel hogere een low. Een hogere low op de prijs. Um, dus hier mogen we dus eigenlijk ook een horizontale lijn gaan zetten. En die maken we dus weer groen, want dit is onze tweede support. En toen kwam de prijs weer vervolgens terug naar onze oude support hier. Nou, de prijs. Of de tennisbal stuit het sfeer een klein stukje omhoog. Want natuurlijk, hij stuit het niet. Uh, hij is niet in één keer plat. Hij stuit het, komt weer naar beneden. Stuit het omhoog, komt weer naar beneden. Maar maakt elke keer. Uh, hij gaat elke keer minder ver omhoog. Net zoals een tennisbal als je het op de grond laat vallen. En dan komt hij weer naar support. Komt hij dus telkens weer naar de grond. En wat we dus eigenlijk ook zien door deze support hier. Hebben we ook direct te maken met een zone. Dus dit is ook direct een supportzone. En ik ben eigenlijk wel een grote fan. Uh, van het gebruik maken van zones. Want ik vind het gewoon net wat preciezer. Want als je dus. Uh, je kan misschien in een valkuil belanden dat je. Uh, deze support zou gebruiken hier. In plaats van de onderste. Maar dan zul je dus wel zien dat de. Dat de prijs. Dat die telkens onder support komt. Terwijl we eigenlijk spreken over de zone. En dat is dus ook belangrijk. Uh, dat de prijs onder support komt. Is dus belangrijk omdat we dus hier direct het gevolg kunnen zien als een belangrijke support breekt. En dit is overduidelijk belangrij belangrijk, want over een periode van, uh, even kijken, van februari 2018 tot aan november 2018, dus iets langer dan een half jaar, um, zagen we dus gewoon dat de, dat de prijs gewoon deze supportlijn respecteerde. Dat die dus belangrijk is voor een langere periode in de tijd. En daarnaast, zodra die breekt, um, valt hij weer terug naar een ander support. Dus dit is wat we hebben. We zitten nu tegen een initiële support aan te kijken hier. Nou stuitte de tennisbal weer terug omhoog en dan maakte daar resistance. En vervolgens kwam de prijs weer terug op een hogere punt. Dus dan zetten we hier een nieuwe lijn. En dat geeft ons dus deze supportzone. Nou zien we dus ook dat die supportzone telkens wordt aangeraakt, vaker wordt aangeraakt. En dan is er ook nog een belangrijke ding over supportlijnen en supportzones. Dus dat ze vaker iets wordt aangeraakt, des te zwakker het is. Uh, Dit is waarschijnlijk tegen stijlen, want ik hoor ook heel veel mensen zeggen dat het andersom is. Dat ze vaker de support wordt aangeraakt, des te sterker die is. Want dan wordt het telkens opnieuw en nieuw bevestigd. Maar dat is niet hoe het werkt. Het is daadwerkelijk, des te vaker die wordt aangeraakt, des te zwakker het wordt. En dat valt ook heel makkelijk te uitleggen als je, als je mijn video hebt gekeken over orderbooks. Want zoals je, kan, zoals je weet, zitten nu hier op deze plek allemaal orders. En als dit telkens van die orders worden gesnoept, um, wordt die natuurlijk dus gewoon telkens dunner. Dus uiteindelijk zijn er geen orders meer op dit punt om van te snoepen. En gaat die dus helemaal verder naar dat vorige punt hier. En dit is dus onze nieuwe support van 3200. En dat was dus ook de bodem van uh, Bitcoin in december 2018. Nou is het ook nog eens iets heel heel cools om op te merken aan support en resistance. Dus de volgende regel, dat belangrijk is: dat oude support wordt nieuwe resistance. En oude resistance wordt nieuwe support. En je hebt ook wel eens af en toe dat oude support gewoon oude support wordt, zoals we dus hier gewoon zien. En dat oude resistance oude resistance wordt in de toekomst. Um, dus laten we beginnen met oude support voor nieuwe resistance. Dus we hebben hier dus een prijsbodem gevormd en vervolgens gaat de prijs weer omhoog en dan zien we dus ook dat de prijs hier heel even stopt met stijgen hij kan er gewoon precies tegenaan en daarna gaan die we wel weer verder als we op de daily chart gaan kijken op dat punt in de tijd we kunnen dus ook in detail zien dat de prijs inderdaad hier stopte met stijgen. Hij kleine, uh, ging daar gewoon zijwaarts, weet je wel. Dus hier ging hij gewoon hartstikke mooi omhoog, ging hier zijwaarts, stopte even met stijgen, ging daarna weer verder. Dus dat betekent dus dat deze support hier, deze supportzone hier, een uh, nieuwe resistance werd in de toekomst. En dan kunnen we ook direct gaan praten over onze tweede concept, namelijk oude resistance uh, wordt nieuwe support. Kunnen we dus eigenlijk gewoon doen aan de hand van deze supportlijn doortrekken? Dat was hier hebben we dus nu bevestigd als nieuwe resistance. Dus dezelfde support, wat hier support was, is hier nu resistance, is hier nu nieuwe resistance. En als we dus weer verder gaan in de tijd, kunnen we dus ook weer zien dat de oude resistance hier, dat het dus nieuwe support werd gemaakt. En dat die support dus hier weer werd gebruikt als nieuwe resistance. Dus oude support. Wordt gewoon constant nieuwe resistance. En oude resistance wordt dus gewoon constant weer nieuwe support. Deze, deze twee variabelen kunnen gewoon telkens flippen. En uh, des te vaker het gebeurt op een belangrijke punt, des te belangrijker die over het algemeen is, dat dan weer wel. Maar over het algemeen uh, op de korte termijn maakt het het wel zwakker. Maakt het support in ieder geval zwakker. Nou, en als we dan weer terug gaan kijken naar onze oude resistance lijn hier, kunnen we dus bijvoorbeeld ook weer zien dat het hier support was. En hier dus nu weer resistance is geworden. En later werd het hier weer nieuwe resistance. Later werd het hier weer nieuwe resistance. Dus hetzelfde valt als dat we hier zagen met support. Dat de prijs gewoon telkens weer terugkwam naar diezelfde belangrijke support. Zien we dus hier ook dat de prijs telkens terugkwam naar deze belangrijke resistance. Um, en uiteindelijk bij de vierde keer. Bij de vierde keer zagen we dus uiteindelijk een break omhoog. En dan kunnen ze dus ook weer zien: des te vaker er ook een resistance wordt aangeraakt. Ook des te zwakker die wordt. En vaak. Als, die, als het ook nog eens een belangrijke support of resistance is, in het geval van deze lijn, kunnen ze ook gewoon een exp explosieve uh, reactie omhoog verwachten. En als, als de, net zoals dat een belangrijk support breekt, zoals ik net al zei, kunnen we een explosieve beweging naar beneden verwachten. Dus, dit is het concept van support en resistance. Ik zou dus zeggen, uh, oefen gewoon heel veel met wat support en resistance kan doen. Je kan het op elke tarifraam toepassen. Ik raad het aan om gewoon bij de daily chart en bij de weekly te blijven, gewoon omdat je het zelf makkelijker te houden. Uh, ik kijk gewoon wat het doet op de chart. Want ik heb bijvoorbeeld ook in een in de vorige video gezegd: van je kan bijvoorbeeld gewoon op replay zetten. Dus je kan nu bijvoorbeeld gewoon zeggen van oké, okay, de prijs is weer teruggekomen op belangrijke, belangrijke support. Misschien zie je ook een chart pattern. En dan kan ik wel bijvoorbeeld een chart pattern gaan teasen nu. Dan komen we in een volgende video wel, wel weer op. Um, of in ieder geval een van de volgende video's waarin, waarin ik een aantal chart patterns beschrijf. Uh, kunnen we zeggen van oké, okay, we zien dus hier support, we zien de chart pattern. Dus ik verwacht dat de prijs um, weer verder gaat stijgen en dat die uiteindelijk uitbreekt. Nou, dat is dus hier dus ook gebeurd. Maar dat konden we natuurlijk ook wel gewoon uh, weten omdat we gewoon um, nou ja, vier jaar verder in de prijs zitten. Dus dit is alles wat je moet weten over support en resistance. Dus nogmaals, in, om te beginnen bij support. Wanneer de prijs terugkomt na een bepaald punt zoals hier. En hij start het omhoog, dan noemen we dat het punt, dus de support. En als hij dus weer stopt met stijgen, noemen we dat dus resistance. Nou, zien we dus ook, des te, des te vaker een supportlijn wordt aangeraakt, des te zwakker die wordt. En als die uiteindelijk breekt, zien we een explosieve reactie naar beneden. En hetzelfde geldt voor resistance. Des te vaker resistance wordt aangeraakt, um, des te zwakker die wordt. En we zien bij het breken vaak een explosieve reactie omhoog. En dan is er natuurlijk ook... Dat oude support uh, nieuwe resistance wordt en dat oude resistance nieuwe support wordt. En we zien dus ook, dus des dus te de, vaker dit gebeurt over een langere timeframe, dat is gewoon heel belangrijk, die langere timeframe, des te de belangrijker de support en resistance wordt. En belangrijk is, is beter verwoord dan sterker, want het is wat genuanceerder, want dan hoef je niet te zeggen van, nou ja, dus des te vaker een supportlijn wordt aangeraakt, des te sterker dat wordt, want dat is dus niet het geval. Dus dit. Is alles wat je hoeft te weten over support en resistance. Je zou in principe, als je dit al kan, kan je bijvoorbeeld ook al. Uh, ik denk dat oprecht dat je 90% van alle, van alle moeite al hebt gehad voor technische analyse. Je kan puur uh, treden, handelen, wat je ook maar zou willen, beleggen voor de lange termijn. Kan je doen aan de hand van gewoon support en resistance lijnen. Um, dus tot de volgende video.